Afgelopen jaar was een bijzonder jaar voor ons allen. Corona maakt dat we opnieuw moeten gaan ontdekken hoe we de toekomst ingaan. De kadernota laat een sluitende begroting zien. En daaruit kunnen we concluderen dat de gemeente Veenendaal in controle is. En dat is een compliment op zich waard. Gelukkig hebben we ook goede signalen uit Den Haag als het gaat om extra geld voor jeugdzorg. Dat maakt dat we op tekorten die er op dat dossier zijn ook dicht kunnen leggen. Ook kunnen we weer kijken naar de goede ontwikkelingen die Veenendaal beter maken. Veenendaal breed en in het sociaal domein. Als ProVeenendaal hebben we eerder vragen gesteld over de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid in Veenendaal-Oost. Naast de tweede ontsluiting in Groenpoort zou nadrukkelijker ingezet moeten worden op andere mobiliteit. Hier komen we in de Raad op terug. Een ander ding is dat de bereikbaarheid van de gemeentelijke loketten voor meldingen aan de gemeente al langer een onderwerp is waarop wij als ProVeenendaal te regelmatig klachten ontvangen. Hier gaan we een voorstel op indienen. De kadernota kent een basisscenario en een vervolgscenario. Beide laten een financieel sluitende begroting zien. Wel wil ProVeenendaal blijven waken voor ongefundeerde uitbreiding van formatie. Hiervoor hebben we eerder een motie ingediend en de kern daarvan is dat we zeker de goede dingen moeten doen die de gemeente kwalitatief een stap verder brengen, maar wel kritisch blijven op de inhoud. Het moet een doel hebben. Als laatste wil ik stilstaan bij de ontwikkelingen van het Fransengat. De eerste woningen gaan tegen de grond de komende jaren en al met al moeten de bewoners een lange adem hebben. We willen blijven benadrukken dat het noodzakelijk is om blijvend de inwoners stap voor stap te informeren. En waar kansen liggen om de wijk echt een kwalitatieve boost te geven, dit ook daadwerkelijk te doen. Natuurlijk kunnen we niet alle thema's benoemen in deze korte tijd. We danken het college voor de laatste kadernota in deze termijn. En hopelijk kunnen we met z'n allen weer gaan genieten van sporten, cultuur, het terras, winkelen, etc. Maar vooral ook van elkaar ontmoeten. Graag tot ziens.